Yeah, that's me. Climbing over barbed wire. I'm really not supposed to be here, but I just couldn't stay away. You see that house there in the distance? That old farmhouse? They call it Brukel. It's where my grandmother grew up. Sure, that was a long time ago, and the world has changed so much since then, but that farmhouse? It pretty much stayed the same. It was left behind, abandoned. Now, I really don't know any more details, but I do know a lot of its stories. My grandmother made sure I did. Tales of a time gone by that absolutely fascinated me all my life. So much even that this summer, I decided to visit the old place. To take some pictures. Who knows? Maybe I could bring some of my grandmother's memories back to life. Good thing that front door was unlocked. Let's take some pictures. En dat is dan gelijk wel een noemen, acquisineren. Dat is echt zo'n stof dat je moet mee koken, hè. Want veel warmte geeft hij niet af. En wat waren die schaven voor? Die schaven, wel, dat kon er van alles zitten, dat moest warm blijven. Ik zal zeggen, dat in dat kaart, dat zit erin en dan van het warmen. Hier had een microgolf, maar toen was dat al gewoon niet, hè. Maar me geven het dak warm. It looks like squatters have been living here or something. Dat was gewoon papa, dat was maar voor de schoenigheid. Daar werd niet mee gespeeld. Ja, bij hem hebben we dat ook heel serieus, hè. Toen lagen we zo'n winkels niet van spel goed gehad. Zeg, we hadden niet veel tijd voor te spelen, want we moesten werken, hè. We waren de oudste en de grootste. Ik en ons Bertha deden feitelijk die boerderij nog. Ik de keuken, altijd koken en eten maken. En zij de was, de strijk, al dat ik kwam bezien. Maar alle dagen van 12 man, hè.